De plek waar Erika en Martien allebei mooie herinneringen aan hebben. Maar vandaag ligt de focus op die van Martien. We moeten daar... Oh nee, we moeten daarheen. Ja, dat is daar. Maar waar gaan we heen? Wij gaan naar Valkenburg. Ja? Ja, we gaan naar Valkenburg. Mijn vader en moeder kwamen voor 1000 jaar geleden al op Valkenburg. En dan gingen ze altijd naar een hotel. Cozy Corner heette dat. Cozy Corner? Cozy Corner. En mijn vader en moeder die gingen daar altijd in een kabelbaan. Ik heb foto's dat ik zo was. Had ik een heel klein lokje zo. En dan zat ik in zo'n kabelbaan. Toen al een lokje. Ja, maar ik was een jaar of 12. Volgens mij werd hij geboren met een lokje. Dus die kabelbaan is er nog steeds. Ja, dat, volgens zeggen is die kabelbaan er nog steeds. Maar ja, die staat natuurlijk al 40 jaar. Dus ik hoop dat kabels een beetje normaal zijn. Ja, maar durf jij dat wel? Durf jij dat wel? Dus kom op, we gaan even naar Valkenburg. Leuk, en nou nog even wandelen. Maar wat is het koud? Ja, die kant. Het is wel koud. Het wordt koud, we gaan de hoogte. Oh ja. Het heet er ook de kou bij. Ik heb ook een winterjas gekocht. Jij bent lekker voorbereid, pap. Ja, ik ben voorbereid en ben in de kou. Het doel is dus een oude kabelbaan. Maar gisteren tijdens het shoppen is er ook iets anders gaan borrelen. Zouden hier ook chateautjes zijn? Ja, zeker. Zullen we op zoek gaan naar een klein chateautje? Ik ga met een funda kijken. Daar heb je kasteeltje. Ja, leuk. Kijk, daar is een chateautje, Mart. Kijk hoe leuk. Oh, leuk. Klein chateautje, ja. Nee, ik zou hier toch niet kunnen wonen. Dit is ook een kasteeltje. Wat ga je hier doen? Nee, dat is eigenlijk... Baren? Ja, gewoon 10 kinderen in zo'n kasteel. Ja, dat is toch heerlijk? Ja, misschien is dat toch leuk. Nou, dit bord wil je niet zien met 10 kinderen. Maar geeft wel een soort van veilig gevoel als je met hoogtevrees een kabelbaan instapt. Dit zou wel eens een hysterisch rondje kunnen worden. We gaan in zo'n liftje of zo'n dingetje, zo'n schommelding. Maar ik heb al gezegd, er staat een heel groot bord niet schommelen. Want als die Maxime natuurlijk gaat schommelen, dan gaat die hele kabelbaan raar doen. Herken je het van zo'n dit? Is het nog hetzelfde? Ja, het is hetzelfde. Alleen ik vind dat geluid... Toen was er geen geluid. Het maakt heel raar geluid. Hoor. Ik denk dat er wat olie bij moet. Denk je ook niet? Ja, maar het is een heel simpel systeem. Er kan weinig fout gaan. Nou, je leest wel eens in wintersportgebieden... Dan knallen ze zo naar beneden. Dan zitten ze dagen in de sneeuw opgesloten. Ja, dan worden ze opgevreten door een ijsweer. Nou, wat Maxime. Ja, wilde zwijnen heb je hier wel, denk ik. Wilde zwijnen? Ja, wilde zwijnen. Nou, dan pakken ze jou als eerste met dat bondje. Ja, dat is spannend, hè? Ik denk, waarom doen we dit weer? Waarom moeten we... Omdat we even omhoog willen. Ja, omdat we een uitje hebben. Ja, dat was echt... Ja. Oh, 1, 2... Kruis voor de hoofd. Ja? Ja. Alleen wat slapen voor de foto. Dat is wel eng. Ja, hoog is het, hè? Ja, en het erg is, je moet ook naar beneden. Ja, dat klopt. Oh, meid, wat is het hoog. Durf nou al niet te kijken. Oma! Oh, wat is het hoog. Niet kijken. Oh. Meid, wat is het hoog. Meid, wat is het mega hoog. Kijk, als je nou om je heen kijkt, kijk eens omhoog. Nee, dat is niet eng. Dat is in de verte. Oké. Kijk, opa vasthouden. Oh, papa vindt het ook verschrikkelijk. Ik weet het nu al. Gaat ie goed, Bart? Pap, wat is het eng, hè? Hij is heel gespannen. Ja, oh, ik ook. Ja, ik zie het. Oh, ik durf niet. Oh, wat is het hoog achter ons. Vind je het leuk? Wow. Nee, ik ook niet. Ik vind het echt eng. Ik ook. Maar we zitten goed, Olivert. Gewoon blijven zitten. Ja, gewoon je best doen. Ja, gewoon je best doen. Kijk, en daar zie ik al het gras. Zie je net, daarboven? Ja. Daar is het minder hoog. Niet te bewegen. Nee. Kijk eens daarachter. Nee. Oh, wat erg. Nee, ik durf niet te kijken. Oh, wat eng. Oh, nee. Jemig. Wat hoog. Jawel. We zijn er bijna. Ja. Hey. Nou, maar nu laat je het blijken aan je kind. Ik kan er niks aan. Nou, Jezus. Het is allemaal goed. Hey. Zo, jullie hebben het gered. Nou, gelukkig. Nou, het was me op het kantje boord. Ik vond het toch, als je hoogtevrees hebt, onze Maxime ook, die vond het ook een soort van een. Ik vond het zo, dat begin. Want dan heb je dus, zeg maar, daar is het nog veel dieper dan de helft van de baan. Nou, ik kreeg helemaal buikpijn gewoon. En ik had haar vast.
Ik kan er niks aan doen. En wij gaan straks in februari op wintersport. Ja, dan is dit nog niks, hè? Nee, qua hoogte. Ik kan altijd nog annuleren, hoor. Meer steady. We gaan ook met die rode op. Ja, we gaan met die rode op. Kijk toch een paars gezicht? Ja, vind je het gek? De adrenaline giert door het lijf. Dus de Meilandjes groot en klein kunnen niet wachten om met een noodgang die berg af te chasen. Nee, Vivé. Dit is geen attractie voor kleine meisjes, maar wel voor stoere papa's, mama's en grote zussen. Tot zo. Doei. Nou, hoppakee. Ik ga het niet doen. Kom, we gaan harder. Nee. Ja. Nee. Ja. Hier, nou, daar komt papa. Kijk, daar komt papa. Kijk, daar komt hij. Gaat het hard? Ja, het gaat wel lekker hard. Daar is ze. Zo leuk. Ja! Hoe vond je het? 10. 10? Niet 1000. 1000 leuk! Goed zo! Ik wil bijna nog een keer deze challenge. Nou, daar is helaas geen tijd voor, want voor de volgende challenge moet de hele familie juist weer omhoog. Nee, zonder stoeltje. Het zijn die 100 treden of zo, Mart. 100. Oh, 100. Oh, maar wij missen geen licht. 1000 miljoen. Oh, hier daar nog één. Ja, dan. Ja, echt. Oh nee, ik ga niet verder. Gaan. Nee, ja, ga maar. Oh, ik... Nee, ga maar nee. Kom, Mart. Nee, ik ga niet. Pa. Nee. Mart, kom. Nee. Ach, het is veel te hoog. Waarom zou ik dit doen? Moet je kijken als je door dat raam kijkt. Je zit nog hoger dan in een vliegtuig. Nee hoor, poppenkast. Als je er niet tegen kunt, is dit inderdaad een duizelingwekkend uitzicht. Oh, ik kan het helemaal niet zien. Ik word helemaal beroerd. Maar ja, daar beneden sta je wel weer vol in het zicht van alle fans. Oh, hij moet steeds op de foto, papa. Ja, fijne middag. Joe. Ik ga hem wel even aflossen. Oh. Oh. Claire, benen binnenboord houden. Ja, gaat-ie. Oh, meid. Oh. Gelukkig is Vivé wel groot genoeg voor deze snelle uitdaging. Ja. 1, 2. Oh, nee, doe maar niet. Oh. Oh, dit vindt zij enig. Dit vindt zij... Zij kent geen angst, hoor. Zij kent geen angst. Kijk, daar zitten. Kijk, zwaaien naar allemaal mensen. Ja. Vivé. Zij pakt de stage. Vivé'tje. Joehoe. Nou, daar gaat ze. Hiya. Kijk, dat is weer leuk, joh. Oh, nee, niet naar voren. Ja, oh, ga maar. Ja! Hoor je de gillen? Oh, wat erg. Oh, kijk, ze gaat in verder. En dit is helemaal haar ding. Ja, maar die CC heeft het niet van mij. Nee, ik ben overal bang voor. Ja, je kan beter zo een leven hebben dan dat je overal bang voor bent. Maar ja, wat doe je eraan, hè? Nou, ik hoop dat ze nou klaar zijn. Kijk, oma vindt het ook leuk. Die helpt helemaal. Ja, oma. Die denkt omdat ze 38 is. Totdat ze straks in die kabelbaan naar beneden moet. Oh, ja. Ja. Kan ook lopen, hè? Hè? Kan ook lopen. Nee, dat kan niet. Oh, mijn. Oh, wat is het hoog. Oh, niet schommelen. Oh, mijn. Dat is zo hoog. Oh. Ontspannen. We zijn er bijna, joh. Wel ja, nog even een paar doodsangsten uitstaan en dan is het snel terug naar Maastricht. Want daar is het net als in Noordwijk altijd code rosé. Nou, santé. Op Maastricht. Ja, bedankt. Ja. En op het mooie weer. Ja, op het mooie weer. Op de gezelligheid. Ja, met de fam. Ja. Ja.